Goedemiddag allemaal. Wat ontzettend fijn dat jullie hier allemaal zijn en dat we weer komen naar alle corona-perikelen. Dat is toch een klein... Hij doet het niet. Ja, oké. Okay. Goed, welkom allemaal. Ontzettend fijn dat jullie hier allemaal zijn en dat we weer bij elkaar kunnen komen in een zaaltje na al die corona-perikelen. Dat doet mij deugd. Mijn naam is Erno Eskens, ik ben uitgever bij Noordboek, waar het boek is verschenen wat u daar ziet staan. Het boek over Jacques Lenz, geschreven door Jurjen Rood. En dat boek dat staat vandaag centraal. Wat is het voor een boek? Het is een, Jacques Lenz was de man achter het persoonsbewijs. Dus voor en tijdens de oorlog zorgde hij ervoor dat mensen makkelijk vindbaar waren in dat systeem. En dat hielp de bezetter natuurlijk danig bij het opsporen van mensen die hen niet welgevallig waren. Lenz bedacht ook, hij was ook een van die drijvende krachten achter de J in, op die persoonsbewijzen. Iemand die best wel waarvan je kunt zeggen dat hij misschien wel iets kwaads heeft gedaan. En wat is dat nou precies, het kwaad? Nou, dat is ook een van de vragen die centraal staat in het boek. Lenz zou vergeleken kunnen worden met de Nederlandse Eichmann. We gaan daar zo direct, of je zou hem de Nederlandse Eichmann kunnen noemen. We gaan er zo direct wat meer over horen. Ik ga eerst straks het woord geven aan Jurjen Rood, de auteur. En die gaat jullie Jacques Lenz helemaal voorstellen. Maar ik kondig alvast even aan dat wij een keur van mooie sprekers hebben die ik zal interviewen over het boek. En met wie we zullen praten over wanneer is nou iets het kwaad? En hoe zit het eigenlijk nu ook met persoonsregistraties? Zit dat kwaad, is dat potentiële kwaad er nog steeds in die manier waarop wij mensen registreren? We hebben natuurlijk de Belastingdienst gehad. Ik denk dat sommige mensen ervan kunnen meepraten. Goed, met wie gaan we dat bespreken? Dat gaan we bespreken met professor Hans Achterhuis, die hier voor mij zit. Karen Spank, Chris van der Heijden. U kent ze wellicht, filosoof, eerste denker des vaderlands. Karen Spank, 30 jaar columnist van Het Parool geweest, inmiddels bij Follow the Money. Chris van der Heijden, die u kent als historicus, die onder andere een boek schreef, Grijs Verleden, waarin hij liet zien dat veel mensen de oorlog zo'n beetje inrommelden. En we willen natuurlijk van hem weten, is die Jacques Lenz nou ook zo'n beetje ingerommeld? En kun je hem dat dan kwalijk nemen of niet? Nou, dit soort vragen gaan we behandelen. Maar eerst ga ik het woord geven aan Jurjen Rood en hem zal ik ook even kort voorstellen. Jurjen is filosoof, hij is filmmaker. En hij schreef een boek, Wat is er mis met gezag? Dat werd genomineerd voor de Socrates Beker. Zijn tweede boek was de kwestie Pegida. Een schitterende analyse van de opkomst van een beweging, zowel hier in Nederland als in Dresden. En hij schreef ook nog de filosofie van de jam sessie. Maar nu heeft hij, denk ik, zijn magnum opus geschreven, het boek Lenz. Jurjen, het woord is aan jou. Ja, hallo, welkom allemaal. Wat leuk dat het zo'n volle zaal is. Ben ik goed te verstaan? Nou, dat is mooi. er is erg veel te vertellen over Lenz. Kijk maar eens hoe dik dat boek geworden is. Ik ga hem dus niet compleet introduceren. Dat zou ook zonde zijn, dan heb je geen reden meer om het boek te kopen. Ik concentreer me op het systeem wat Lenz heeft geschapen en wat tijdens de bezetting zo'n werking heeft gekregen. Dit is de man. Jacques Lenz, een Haagse volksjongen, geboren eind 19e eeuw. Een heel gebrekkige schoolopleiding. Iemand die zich als gemeenteambtenaar en later als rijksambtenaar omhoog werkt. Totdat hij een absolute specialist is op het gebied van de persoonsadministratie. Dat wordt ook wel de bevolkingsboekhouding genoemd. Lenz wordt daar een centrale figuur in. Hij is eerst inspecteur, daarna rijksinspecteur en daarna hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters. En dat is hij bij het begin van de oorlog. Daar stamt ook ongeveer deze foto van, Lenz dan 46.
voor zover zijn naam bekend is, is die vaak gekoppeld aan dit ding, dit document. Dat is het PB, het persoonsbewijs. Een berucht geworden identiteitsbewijs uit de oorlog. Maar in feite was dat PB maar een onderdeel van een heel systeem van persoonsregistratie, waar Lens de uitvoerder en medebedenker van was en wat tijdens de bezetting vorm kreeg en invloed had tijdens die bezetting. Dit is eigenlijk de basis van dat systeem. Dit is een Nederlandse kaart, de persoonskaart. En rondom de invoering van deze kaart is een enorm gevecht gevoerd binnen die wereld van de bevolkingsboekhouding. Er was in Nederland een bevolkingsregister allang, maar de dingen werden per gezin geregistreerd. Dus dat begon met de man, hoofd van het gezin, daaronder zijn echtgenoten en daaronder de kinderen. Dat gebeurde in boeken en daarna op kaarten. Toen kwam het idee, zou het niet handiger zijn om dat per individu te doen? Dat is een enorme strijd geweest, want de confessionele partijen waren daar zwaar tegen. En ook de mensen die in het bevolkingsregister werkten, die vonden dat helemaal niet nodig, want die zeiden ons systeem is eigenlijk goed genoeg. Toch is dit uiteindelijk doorgezet en daarin speelt Lens een hoofdrol. Een van de dingen die hij deed, behalve enorm veel moeite doen om die persoonskaart door te zetten, dit speelt zich allemaal af in de jaren 30. Zeg maar vergelijkend met het nieuwe computersysteem van tegenwoordig, alleen dan veel langzamer. Was om die kaart vorm te geven. Dus Lens heeft enorm zitten knutselen om op die nieuwe kaart zoveel mogelijk categorieën, kolommen onder te brengen. Wat staat erop? Ik weet niet of u het kunt lezen. Linksboven staat dan je naam en daarnaast staan de personalia, wanneer je geboren bent. Daaronder de naam en, van je ouders. En daar weer onder de naam van met wie je getrouwd bent of van wie je alweer gescheiden bent. En daaronder veel ruimte voor het adres en de wijzigingen daarin. Even naar de achterkant, daar staan de kinderen op. Dus op die manier kwam dat gezin, wat zo hoog geschat werd, toch ook op die persoonskaart terecht. En daarmee werd het mogelijk om die verandering door te voeren. Nou, tot zover lijkt het eigenlijk gewoon een formeel soort nieuw computersysteem met dezelfde gegevens. Maar dat was het eigenlijk niet. En daarvoor moet ik even deze meneer introduceren. Dit is Henri Methorst, een professor in de juridische statistiek. Een internationaal geziene eminentie op dat gebied. En heel langdurig de directeur van het CBS. Dus het Bureau van de Statistiek. Hij heeft het CBS uitgebouwd. Methorst bedacht dat dat bevolkingsregister heel handig zou zijn om veel meer dingen te registreren per persoon. En die dingen, eigenschappen, kenmerken, die moesten terechtkomen in die twee onderste kolommen daar van de aantekeningen. Nou, waar dacht hij dan aan? Nou, bijvoorbeeld dienstplicht, leerplicht, maar ook of je veroordeling had of in een inrichting was opgenomen. Het is eigenlijk een hele waslijst aan kenmerken die Methorst graag wilde registreren. Dat heeft hij gepubliceerd samen met Lens, die eigenlijk zijn leerling was. En daar staan ook dingen op zoals idiotie of lichamelijke dan wel geestelijke afwijkingen, analfabetisme. Dit was eigenlijk de verborgen drive achter de persoonskaart. Veel meer gegevens registreren. En vergeet niet, wat er op die persoonskaart moest terechtkomen, dat was verplicht. Hè? Je kon dat niet, dat is geen vrijblijvende enquête. Uiteindelijk, moet ik er meteen bij zeggen, van dit soort gegevens, waarvan we sommigen eigenlijk bijna niet hardop meer durven te zeggen, zijn er maar weinig terechtgekomen op de persoonskaart. Want toen eindelijk die strijd gevoerd was en dit ding in 1938 verplicht werd ingevoerd, zei Lens, even rustig aan met alle andere kenmerken. We hebben onze handen vol om al die gegevens over te typen. Je moet je voorstellen dat dit gaat over 9 miljoen kaarten voor 9 miljoen Nederlanders. Lens zelf had eigenlijk al de hele tijd
een paar andere motto's. Hij heeft dikke nota's geschreven om die persoonskaart er doorheen te drukken. En daarin komt telkens het woord controle naar voren. Lens vond dat de burgers te controleren moesten zijn door de overheid. En gaandeweg komt het woord vindbaarheid steeds meer naar voren. De burgers moesten ook vooral vindbaar zijn en een vast adres hebben. En als laatste kun je noemen, Lens zag grote mogelijkheden in het doorverkopen van deze gegevens. Dus dat de overheid een centje bij zou verdienen door die gegevens beschikbaar te stellen. Daar heeft hij een hele uitgewerkte lijst voor gemaakt. Daar moest je natuurlijk voor betalen en dan kon je een abonnement opnemen. En toen die persoonskaart eenmaal is ingevoerd, is dat ook gebeurd. Men heeft daar informatie van doorverkocht. Nu ben ik nog één ding vergeten wat belangrijk is om te zeggen. Dat hebt u waarschijnlijk al gezien. Daar rechtsboven, in al het geschuif wat Lens heeft gedaan met die categorieën, staan daar twee categorieën, kerkelijke gezindheid en beroep. Dat zijn kolommen die tijdens de bezetting belangrijk zijn geworden voor de vervolging. Die had Lens niet zelf bedacht. Dat werd altijd al geregistreerd, ook bij de gezinsregistratie. Men vond dat dat hoorde bij de absolute basisgegevens. En daar was eigenlijk in die tijd nauwelijks discussie over. Nou, dan gaan we nu naar het persoonsbewijs, Lens grote ding. Al in de jaren 30 heeft Lens zich ingespannen om een legitimatiebewijs in te voeren. En dat is tot twee keer toe eigenlijk niet gelukt. De tweede keer was het heel ver uitgewerkt. Hij had daar weer motieven voor die hij in nota's uitgebreid neerlegde. Controle, Lens vond zo'n legitimatiebewijs een ideaal controleinstrument om alle mogelijke wetten mee te kunnen handhaven. En opsporing. Opsporing van mensen die overtredingen hadden begaan. Dit ligt heel dicht aan tegen politiemotieven. En het was dan ook de politie die er heel enthousiast over was en justitie. Maar de Nederlandse regering heeft het op het allerlaatste moment tegengehouden. Dat is begin 1940 gebeurd. Ze vonden het te duur en niet nodig. Nou, u weet allemaal, in mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen. Nederland werd overrompeld en capituleerde. Toen kwam er een bestuurslaagje over het Nederlandse bestuur heen. En een van de allereerste opdrachten die uit die bestuurslaag kwam naar het Nederlandse bestuur toe, was dat ze een verplicht legitimatiebewijs wilden invoeren. Dat ging naar Binnenlandse Zaken en Lens, zijn instituut, viel onder Binnenlandse Zaken. Het kwam eigenlijk als vanzelfsprekend bij hem terecht. Want Lens had het complete plan voor dat legitimatiebewijs klaar. Dat was klaar, dat was op het laatste moment afgewezen, maar het lag er al. Wat hij er nog aan veranderde, was dat hij het een nieuwe naam gaf, persoonsbewijs, om het te koppelen aan die persoonskaart, zodat ze bij elkaar hoorden. Nou, wat staat erop? Dat zie je daaronder. Dit is het proefmodel, naam, adres, personalia, zeg maar, beroep komt erop voor, plus een foto aan heel specifieke voorwaarden gebonden en twee vingerafdrukken, waarvan één op de achterkant van die foto, en daar kwam dan een zegeltje overheen. Lens was, behalve dat hij graag dikke nota's schreef, iemand die graag met zijn handen werkte. En hij heeft uitgebreid gewerkt aan dit ding, aan dit document, om het zo te maken dat het zo goed als onvervalsbaar was. En dat is hem eigenlijk goed gelukt. Want de mensen die zich daarna bezig gingen houden met vervalsing merkten dat er zoveel beveiligingen op zaten dat dat heel lastig was. Het persoonsbewijs is gaan gelden voor iedereen van 15 jaar en ouder in Nederland. Dat wil zeggen, er moesten 7 miljoen stuks gemaakt worden. En dat is in de loop van 1941 uitgerold, kan je zeggen, over Nederland. En aan het eind van 1941 had iedereen een pb. Je moest dat verplicht bij je hebben. Er was ook speciaal hoesje voor tegen het kreuken. Er ging een enorme publiciteitscampagne mee gepaard. Lens kwam op de radio, er waren persberichten.
En dat koffertje links is wat speciaal voor de ambtenaren was gemaakt om precies die vingerafdrukken volgens de voorschriften te kunnen maken. Lens was een hele goede organisator en die uitrol van het persoonsbewijs is eigenlijk vlekkeloos verlopen. Dat moet je hem nageven, dat kon hij heel goed. Nu is het dus zo dat je als Nederlander van 15 jaar en ouder op twee plekken geregistreerd bent en op twee manieren. In die kaartenbak, in het bevolkingsregister en persoonsbewijs in je borstzakje. Maar dat bleef niet bij. Want er werd nog een kopie gemaakt van het persoonsbewijs. Je kreeg een uitnodiging thuis, je moet dan en dan komen op het bevolkingsregister, persoonsbewijs ophalen, pasfoto's mee. En Lens, handig als hij was, bedacht, we gaan de achterkant van die uitnodiging gebruiken om de zaak op te kopiëren. Dit heet het ontvangstbewijs, het OPB. En daar staat op, naam, adres, personalia, een foto, beroep staat er ook op, vingerafdruk. Die OPB's werden overal in het land gemaakt, in de gemeente waar je woonde, Hattem, Heemstede. Die werden dan opgestuurd naar één adres, een centraal adres in Nederland. En dat was de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters. Dus dat was Lens' eigen instituut. En je moet je voorstellen dat daar in de loop van 1941 dus 7 miljoen OPB's bij elkaar kwamen. En eigenlijk een nationaal bevolkingsregister vormde. Zoiets bestond niet in Nederland. Het bevolkingsregister was decentraal. Sterker nog, het bestond nergens ter wereld. De Nederlandse persoonsadministratie werd gezien als een van de beste ter wereld. En zo'n ingreep was nog ongehoord op dat moment. Lensen instituut was snel verhuisd naar een grotere behuizing in Den Haag. Dit is Kleikamp, lag schuin tegenover het Vredespaleis. En Lens dienst explodeerde eigenlijk van een man of 10 voor de oorlog naar 250 mannen en vrouwen om dit bij te houden. Nu stond je als Nederlander van 15 jaar en ouder dus op 3 plekken geregistreerd. Op 3 manieren ook. Daar hield het nog niet helemaal mee op. Voor wat betreft één groep waar de Duitsers, de nazi's, het speciaal op voorzien hadden, de Joden. Al in de eerste maanden van de bezetting wordt er door het Duitse bestuur gewerkt aan het idee dat de Joden, dat er een aparte registratie moet komen van alle Joden in Nederland. De manier waarop ze dat wilden doen was eigen aanmelding. Ze moeten zichzelf komen aanmelden. Daar is een beetje over gebakkeleid. Daar is een poging gedaan om daar iets aan tegen te houden vanuit Binnenlandse Zaken. Allemaal niet gelukt. En terwijl Lens bezig was zelf met die enorme persoonsbewijsorganisatie, krijgt hij deze opdracht op zijn bord. En realiseert hem. En heel snel. Dat gaat via die verordening, ik laat dat even zien, alle Duitse maatregelen werden met verordeningen bekendgemaakt. Heel netjes juridisch onderbouwd. En dit is een berucht geworden verordening nummer 6 uit 1941. Alle Joden moeten zich aanmelden. Wanneer was je Joods? Als je minstens 1 Joodse grootouder had. Lens organiseerde dit pijlsnel via aanmeldingsformulieren die je daar ziet. Eentje is al ingevuld en dat gebeurde al in die eerste maanden van 1941 dat ze werden ingevuld. Eigenlijk de belangrijkste vraag op dat aanmeldingsformulier is nummer 9. Naar de hoeveel Joods grootouders je had. En je ziet op dat rechterformulier dat van 2-4 is gemaakt. Dat bleek later eigenlijk gelijk te staan aan een doodvonnis, aan een doodsoordeel. Daar is nog zeer veel over te zeggen, dat ga ik nu niet doen. Maar wat belangrijk is, is dat die aanmeldingsformulieren uit het hele land werden opgestuurd naar één plek. Dat was de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters. Dus in Den Haag werden al die formulieren gealfabetiseerd en
op volgorde gezet. En daar ontstond wat ze daar noemden het Jodenregister. Dat is naar de zolder gegaan op Kleikamp en werd daar bijgehouden. Dat register is de basis geworden van de Jodenvervolging. En zeker de administratieve basis. Daar is heel veel mee gebeurd. Lees dat vooral na in het boek. Maar een van de belangrijkste dingen is dat het vrij snel overgetypt is. In die tijd duurde het maken van een fotocopie een uur. Dus dat was niet snel. Men typte een register compleet over. Er zijn 3 kopieën gemaakt. 1 daarvan is terechtgekomen bij de Centraalstelle in Amsterdam. En dat is de basis geworden voor de politielijsten. Waarmee de politie langs de deuren ging in het jaar daarna. 1 kopie is bewaard gebleven en staat online. Ten slotte, ik zal een beetje snel overheen gaan, bedacht Lens. Ja, ik moet eerst zeggen, nu was je dus als Joodse Nederlander van 15 jaar en ouder op 4 plekken geregistreerd. En Lens bedacht dat het nog handig zou zijn om een aantal van die registraties aan elkaar te koppelen. Een van de middelen daarvoor was de Edelruiter. Als je je nou had opgegeven als zijnde Joods in Hattem, dan werd daar een aanmeldingsformulier gemaakt, dat werd opgestuurd. Maar men vond het ook handig als op die persoonskaart zelf die je daar had staan ook duidelijk zou zijn dat dit een Joodse persoon was. En daarvoor maakte Lens ruiters in plaats van een apart register. Zei hij, nee, we kunnen dat handiger doen met ruiters. En met name met de ruiter die hij zelf bedacht had. Dat is deze, die je over de persoonskaart heen schoof. Het is hem gelukt om dat tot een verplicht onderdeel te maken. Lens kreeg de helft van de winst op die edelruiters en daar zijn er nogal wat van gemaakt. Later tijdens de bezetting zijn ze ook gebruikt voor andere doeleinden. Nog even over die letters die erop staan. De Duitsers hadden verschillende categorieën van Joden voorgeschreven. De J staat voor voljoods, 3 of 4 Joodse grootouders. En de andere categorieën waren Mischling. Lens vertaalde dat als bastaard, bastaardjoden. Tegen die benaming bastaard, waar die B vandaan komt, werd meteen bezwaar gemaakt door de ambtenaren, Nederlandse ambtenaren op Binnenlandse Zaken. En ook door zelfs Duitse bestuurders. En toen heeft Lens Bakzeil gehaald en er gemengd van gemaakt, dat is die G. Er zijn dus wel degelijk al edelruiters met een B gemaakt. Hoeveel die gebruikt zijn, weet ik niet. Maar het opvallende aan het verhaal is dat tegen het gebruik van het woord bastaard meer geprotesteerd is dan tegen deze klassificatie überhaupt. En de laatste koppeling was de hoofdletter J. Het leek handig om ook op dat persoonsbewijs meteen aan te geven dat er iemand Joods was. Dat werd die hoofdletter J, die erop gestempeld werd. En die ook gestempeld werd op de persoonskaart, waar dus al een ruiter omheen zat of omheen geschoven werd. Later is die ook gestempeld op het OPB, als u het nog uit elkaar kunt houden, het ontvangstbewijs, waar ook nog een ruiter omheen kwam. En zo kun je zeggen dat vooral wat betreft de Joden in Nederland van 15 jaar en ouder, en niet alleen die, het net steeds krapper werd aangetrokken en de mazen steeds kleiner werden. En wat ook belangrijk is hier aan dit systeem, is dat voor een Joodse persoon was het niet genoeg om dit persoonsbewijs te vervalsen en die J eraf te halen of weet ik veel wat ze moesten doen. Eigenlijk moesten ze op al die plekken wegwezen waar ze geregistreerd stonden. Dit is pas gaandeweg de bezetting doorgedrongen tot de illegaliteit. En die zijn ertoe overgegaan om compleet nieuwe mensen te maken. Dus een compleet nieuw persoonsbewijs van een niet bestaande persoon die ook een persoonskaart kreeg en ook een OPB. Dat moest dan via ambtenaren die mee wilden werken ingevoerd worden. En dat hele procedé heet rondzetten. Dat is pas in de loop van de bezetting in 1943 echt op gang gekomen. Dat was te laat voor de Jodenvervolging.
Alles wat ik heb verteld speelt zich in het begin, de eerste anderhalf jaar van de bezetting af. Dat was een, Lens stuurt dan een lijst naar zijn Duitse chefs om aan te geven hoeveel registers hij zelf heeft. Dat zijn er hier 9. Ik ga ze nu niet allemaal na. Lens was met zijn instituut uitgegroeid tot de grootste registerhouder van Nederland. En was daar ook trots op. Dat was niet het einde van zijn werkzaamheden. Hij werkte door. Hij zou nog een dikke 2 jaar doorwerken. En toen is de Rijksinspectie gebombardeerd. En daarmee kwam eigenlijk een eind aan zijn bezigheden. In het latere verloop van de bezetting heeft hij zich geconcentreerd op andere projecten die telkens terug te voeren waren op die basis van het systeem van persoonskaart en OPB. Nou ja, dan moet ik tenslotte iets vertellen binnen dit verhaal over de veroordeling van Lens. Hij is gearresteerd bij de bevrijding. Hij is ontslagen oneervol als ambtenaar. Dat noemden ze de zuivering. En daarna heeft hij een strafproces gekregen. Dat is 2 jaar na de oorlog is dat voorgekomen. Lens veroordeeld wegens collaboratie, medewerking met de vijand. Heeft 3 jaar gekregen, waarvan hij er 2 had uitgezeten. Dat is in het geheel van die bestraffing een vrij milde straf. Maar eigenlijk nog opvallender is waarop hij veroordeeld is. Lens werd niet veroordeeld voor de J op het persoonsbewijs of voor de Edelruiter, dan wel voor de aanmeldingsformulieren. Sterker nog, de hele betrokkenheid van Lens en de Rijksinspectie bij de Jodenvervolging speelde geen enkele rol in de rechtszaak. Het is hem niet ten laste gelegd. Ook niet ten laste gelegd werd dat OPB en het register wat daarvan is gemaakt. Ook niet ten laste gelegd werd het persoonsbewijs. Het werd gewoon niet gezien als iets wat strafbaar was. En natuurlijk zeker niet ten laste gelegd werd de persoonskaart. Want het was gewoon een Nederlands ding wat voor de oorlog was ingevoerd. Lens veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij een aantal projecten eigenlijk uit 1943. Die allemaal draaiden om de arbeidsinzet. En heeft hij dus 3 jaar voor gekregen. In feite is hij daarmee niet alleen minder dan de helft van zijn werkzaamheden überhaupt beoordeeld, maar is daarmee het beeld ontstaan van een ambtenaar die toevallig aan een paar projecten midden in de oorlog heeft meegewerkt waar hij vanaf had moeten blijven. De kant van systeem en systeembouwers is überhaupt niet in beeld geweest. En daarmee ook, zou je kunnen zeggen, de kant van wat voor kwaad dit eigenlijk was, wat hier was aangericht. Nou, wat ik heb willen doen, is dat in beeld brengen. De man, het systeem en de vorm van het kwaad. Compleet in beeld brengen. En dat boek wat u daar ziet, is daar het resultaat van. Dank u wel. Jij was zo vriendelijk om het boek voor ons te lezen. Nou, ik heb het niet helemaal gelezen hoor. Het was een pil. Het was een behoorlijke pil. Ja, ja, het is een stevig. Ik kreeg pas 3 dagen geleden van je, dus dat was wel een optimisme van je. Een dekproef. Ja. Ja, je had het al wel een PDF gehad. Maar goed. Wil je ook een beetje water? Ja, graag. Okay. Ja. Is voor jou. Ik was eigenlijk vooral, kijk, jij hebt veel over de oorlog geschreven, onder andere dat boek Grijs Verleden, waarmee je eigenlijk min of meer beroemd bent geworden. En waarin je uitlegt dat veel mensen ja, de oorlog inrommelden. Ja, dat woord rommelen bevalt me niet zo. Nee. Okay. Nee, wat ik wilde zeggen is dat het beeld wat men van de oorlog had, van duidelijke lijnen en duidelijke césuren, zeg maar even gemakshalve zwart-wit, dat beeld wel erg makkelijk was. En daar verzet ik me tegen. En daar is uit voortgekomen dat die van der Heijden denkt dat iedereen maar zo'n beetje de oorlog in rommelt. Nou, zo simpel is het niet. Maar ik verzette me wel tegen die heldere scheidlijnen. Ook in mensen en in situaties enzovoort enzovoort. Dus het morele dilemma, wat bijvoorbeeld in dit boek
toch wel een interessant onderwerp is, vind ik een heel belangrijk iets. En ook de vraag, is het kwaad, waar ligt het kwaad, nou dat soort dingen. En dat heb ik in het boek geprobeerd. Waar ik me tegen verzette was ook het mensbeeld, wat er ten grondslag lag aan dat zwart-wit denken. Alsof mensen uit één stuk bestaan. Ja. En alsof een 5 jaar oorlog uit één stuk bestaat. En of mensen dus in het verzet zaten of collaboreerden. Ja, en helaas is het in heel veel gevallen heel wat ingewikkelder. Er zijn duidelijke gevallen, mensen die altijd heel duidelijk één spoor hebben gevolgd. Maar zowel in de oorlog als in het leven, geloof ik, is dat toch wel vrij uitzonderlijk. Ja. En wat viel je op aan dit boek? Nou, het begin dat ik het knap vind om van zo'n saai mens zo'n dik boek zo'n dik boek te schrijven. Dat was eigenlijk het eerste wat ik dacht van ja, god, Lens, ik geloof dat Hans zei het net ook een beetje, toch een beetje een nou, grijze muis zou ik niet willen zeggen, dat zei Hans volgens mij, maar nou niet dat je denkt, joh, wat een spannend leven. Laat ik heel eerlijk zijn, ik dacht ook van, ik had niet zo lang geleden een groot boek gelezen over Nederlandse ambtenaren. In de oorlog. En ik dacht van ja, oké, dat is een uitwerking van. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de wijze waarop je daarmee speelt. En inderdaad hoe je dus zeg maar de problematiek Lens. En daarmee ook de mens Lens. Maar goed, niet als persoon, maar als geval. Boven zichzelf verheft. We hadden het net over Hannah Arendt en Eichmann. Dat is wel bijzonder. Dus ik heb het niet helemaal gelezen. Maar ik heb er heel veel in gelezen. En ik heb ook stukken gelezen waarvan ik dacht van ja. En ik heb zelfs één stukje gelezen waarvan ik dacht. Ja, dat is nou eigenlijk wel. Maar wat de essentie is van het boek. Dat wil ik wel ook wel even over vertellen. Het is heel aan het eind ergens. Ja, dat stukje. Ja, nou, het is een heel kort stukje. Dus, want je hebt overal dat, wat doe je heel leuk. Je hebt overal van die kleine, hoe zou ik zeggen, stukjes tussendoor. Mm-hmm. Die dan mensen even aan het nadenken zitten. En dit was hier ergens na een scheiding op pagina 305. En Lens, dat gaat over het denkende kwaad en het kwade idee. Intermezzo, je hebt intermezzo. Ja. Dan zeg je, hij was een Nederlands collaborateur, geen natie. Hun ideeën waren niet zomaar identiek, maar ze raakten elkaar wel. En dan komt de zin waar ik over viel en wat ik ook heel interessant vind. Lens droeg de ongelijkheid zelf in zich mee. Zijn levensloop is een voorbeeld van het overwinnen van een grote ongelijkheid in afkomst. En dan ga je over hem vertellen. En je vertelt eigenlijk, en dat vind ik dus heel interessant, dat Lens een collaborateur was. Dat lijkt mij, weer gezegd. Onbetwijfelbaar. Ja. Ja. En je zegt ook dat hij kwaad deed, maar je legt een fundament onder dat je het woord ongelijkheid gebruikt. En dat wijs je aan als de essentie van het probleem. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel interessant, want als je nadenkt over de wereld waarin de Lens opgroeide en de wereld waarin zeg maar die tot voor de jaren 60 ongeveer bestaan heeft, daarin was ongelijkheid natuurlijk overal aanwezig. Ja. En maar heel weinig mensen, denk maar aan het hele decoloniale debat wat we nu hebben, heel weinig mensen dachten, ja maar dat is niet zo. Dus de moraal is enorm veranderd. Wij gaan allemaal uit van een horizontale manier van denken. Terwijl historisch gezien, als je op de lange termijn denkt, het verticale denken heel gewoon was. Ja, maar wat is dat verticale denken nou met dat kwaad dan van Lens te maken? Nou ja, misschien ik toch wel antwoord? Ja, nou ja, misschien wil ik toch eerst Chris even horen. Okay. Want ik wil even horen hoe hij dat kwaad van Lens eigenlijk inschat. Het meest interessante van Lens vind ik, ik las in het begin van jouw boek, dat hij in de jaren 30 zo bewonderd werd omdat hij allemaal gedaan had. Ja. En dat mensen dat prachtig vonden. En wat er natuurlijk gebeurd is in de 19e, 20e eeuw, dat de staat in toenemende mate greep kreeg over de overheid. De hele statistiek vroeger hield men het ook wel bij, maar om één reden, namelijk om belasting te innen. En dan wist men wie Pietje was. Maar in de loop van de 19e en 20e eeuw werd dat alsmaar veel meer en meer en meer. Dus de staat kreeg steeds meer invloed op de samenleving. Dat vonden heel veel mensen, zeker mensen die in de regeringen en overheden zaten, een zeer goede ontwikkeling. Dus Lens deed iets waar men het allemaal over eens was. Bij nader inzien denken wij nu, en dat is het thema waar ik elkaar ook zo over zal praten, van jezus jongens. Die wereld van de greep van de overheid op de samenleving die gezien werd als een groot goed om allerlei redenen, om ziektes en bijhouden en ook om paspoorten en dat je wist wie je was en dat soort dingen. Mm-hmm. Dat kon ook helemaal anders keren. Dus de eerste wat ik dan denk bij Lens is datgene wat hij als een groot goed zat,
zag, in een andere situatie een groot kwaad werd. En dat is een enorm problematische toestand die ook over jezelf doet nadenken. Want wij doen ook allerlei dingen waarvan we denken van nou, dat is natuurlijk verdomd goed enzovoort. Ja. En we zien niet, of onvoldoende in misschien, tot welke dingen dat allemaal kan leiden. Laten we daar later over hebben, want dat gaan we met Karen Spank ook bespreken en later in het groepsgesprek. Ik ga straks alle sprekers één voor één even op het podium halen. En met Hans Achterhuis zal ik met name over de banaliteit van het kwaad, wat is dat precies, spreken. En met Karen Spank gaan we ook even kijken naar hoe het nu in elkaar steekt en hoe dat nu ook nog speelt en ook hoe dat na de oorlog heeft doorgewerkt, want daar heeft ze onderzoek naar gedaan. Maar even terug naar, want je zegt toch nu eigenlijk, anders is het weg gewoon, dan raakt het okay, ver goed, weg. Reageer, even over het thema van gelijkheid, ongelijkheid. En ik weet nu niet, je haalt dat eruit, dat is natuurlijk helemaal de kern, maar ik weet niet hoeveel je eraan voorafgaand gelezen hebt, want dat is waar ik naartoe werk in de filosofische kant van dit boek. Omdat het natuurlijk eigenlijk in die bezetting heel erg over ongelijkheid versus gelijkheid gaat. Het is niet zo, dus het zou zo kunnen zijn dat veel mensen, ben ik te horen, dat veel mensen enthousiast zijn over die grote invloed van de overheid. Maar het was per se niet zo dat bij het begin van de bezetting iedereen enthousiast was over de nieuwe ongelijkheid die werd geïntroduceerd. Nee. Dat weet je natuurlijk ook. Maar dat is het scheidspunt waarop de geesten zich ook behoorlijk scheiden. Dat had nog veel meer gemogen. Wat ik probeer op te graven als filosoof is dat eigenlijk terug te brengen tot één idee in feite, waar mensen van mening over verschilden. En dat in het nazi-denken een soort fundamentele ongelijkheid als basis werd genomen. En godzijdank er nog anderen waren die daarvan zeiden, toen ook al, dit kan niet in Nederland, gelijkheid staat in onze grondwet enzovoort. En daar, om het even tot Lenz terug te brengen, is hij een man die, daarom schrijf ik dat hij zelf ongelijkheid ongeveer in zijn lichaam meedroeg vanuit zijn afkomst. Maar hij gelooft daar zelf in. Ik noem dat klassisme. Hij is een denker in maatschappelijke klasse. Dat woord gebruik, dus een onderklasse. Ja. Dat is evident wat jij zegt, maar wat ik er dus wilde wijzen, is dat het denken in ongelijkheid, natuurlijk de ongelijkheid in de oorlog en wat betreft Joden, dat is duidelijk. Maar dat ongelijkheid een principe was van de samenleving, dat is, tot eigenlijk de jaren 60 was dat heel gewoon. Als je alleen maar denkt aan de katholieke kerk, ik heb het uit een katholieke hoek, mijn vader, zoals misschien velen weten, was fout in de oorlog. En waarom? Dat hij gewoon echt dacht, zoals in de katholieke kerk, bovenaan had je de paus en God dan nog boven en dan kwamen alle anderen dan vrij dicht bij die bisschoppen, dat mijn vader ook wel een beetje, dacht hij zelf. En dan heel onder had je het kerkvolk. Als je een 16e eeuw schilderij bekijkt van de katholieke kerk en de protestantse kerk, zie je twee verschillende werelden. Een hiërarchische wereld en een toch wat chaotische wereld. En die hiërarchische wereld was iets wat men tot voor kort eigenlijk vrij normaal vond. En nu vinden wij dat idioot. We vinden dat het kwaad bijna. En daar komen allerlei vreselijke dingen uit voort. Maar het is wel een totale omdraaiing van waarde. Okay, ik ga nog even terug naar een zin die je eerder zei. Namelijk, je zei, er werd een heel systeem opgebouwd wat onder andere die ongelijkheid trouwens vastlegde. Ja. En daaruit, dat werd het kwaad, zei je. En dat de vraag is een beetje, kijk, jij bent een historicus en misschien ben jij, ik weet niet of je heel erg van de morele oordelen bent, maar je hebt er wel over geschreven. Mijn vraag aan jou is dan toch, als je zegt, het werd het kwaad, was het niet al het kwaad toen die eraan begon? Nee. Ja, je doet net alsof er zoiets is, een bolletje daar en dat heet het kwaad en dat goed. En dat is dus helaas niet zo. Ik denk dat het op zich heel fijn is dat je een paspoort hebt, bijvoorbeeld, in Nederland. Waardoor je, om maar een voorbeeld te noemen, als je hier 40 jaar woont, krijg je AOW. Dat is iets ongelooflijks. Dan denk je van, dat is fantastisch. Dat heb je door een Nederlands paspoort. Dus dat heeft allerlei voordelen. Maar op zich is het hebben van een registratie, helemaal neutraal, is niet zo erg. Het is de vraag wat je ermee doet. We zien het ook dan is die er toch ingerommeld.
om dat woord dan maar toch maar weer eens te gebruiken. Nee, klopt echt helemaal niet. Nee. Nee, daar ben ik het. Lens heeft het systeem vorm gegeven. Dus als er iemand niet in is gerommeld, nee, maar zei dat, het. Maar dat heb ik niet gezegd hoor. En daarbij komt. Nee, maar het kwaad ingerommeld. Nee, kijk. Er komen hele duidelijke instructies in een richting. Ja, nee, maar de vraag is, kijk, iets wat Lens heeft iets gedaan. En het verschil tussen Lens en Eichmann bijvoorbeeld is groot. Eichmann was een gedreven antisemiet. Ja? Ja. Lens was, als ik jou mag geloven, geen gedreven antisemiet. Nee. Dus het is toch iets anders. Dus kijk, zijn systeem is zonder enige twijfel gebruikt voor het kwaad. Maar wat is dan het kwaad? Is het kwaad het systeem? Ja, is het kwaad het gebruik? Ik heb het boek gelezen, duidelijk. Nee, want ik breng aan het eind. Ja, maar wacht dit even. Dit is natuurlijk. Nee, maar dat is er een. Maar dat is natuurlijk een van de vragen die ik behandel. Waarin ze elkaar raken. Want wij hebben het kwaad in de oorlog teruggebracht tot antisemitisme, de opzet. Dat moet antisemitisme zijn. En wat ik laat zien en waarom ik Lens zo bruikbaar vind, is dat dat niet per se hoeft. Lens werkt voor zijn eigen belang, even grof gezegd. En dat blijkt enorm goed samen te gaan met het doel van antisemitisme. En een enorm fijne medewerker te zijn. Dus dat je kunt niet maar zeggen Jurien, dat zit het daarmee. Ik zit niet op jouw boek uit te leggen, dat moet jij doen. Ik word mijn vraag gesteld. Ja, dat weet ik. Maar ik zit niet voor het boek. Ik word mij gevraagd om te denken over moraal en over dingen. Ja. En ik word gerelateerd. Dat relateren wij. Dus dat relateer ik aan Lens, voor zover ik die man begrijp. Maar wat mijn essentie is dat ik een andere invalshoek heb, een ander perspectief. Laten we Hans Achterhuis er even bij halen. Hans, wil je erbij komen? Als je weer wat boven probeert te halen. Ja. Nee, je moet stoppen. Oh ja, moet ik je dat? Ja, ik moet eerst overeind. Jij moet me niet steunen. Is er aan de hand? Hier? Ja, is goed. Ja. Oh. Jij mag de stok hier houden hoor. Hans Achterhuis, u kent hem als filosoof, als de eerste denker des vaderlands, als techniekfilosoof heel lang in Twente geweest. Bekend van tal van boeken, van de erfenis van de utopie tot politiek van de goede bedoelingen, zo'n term die hij heeft geduid. Heeft ook een paar dikke pillen over geweld geschreven. En is nu bezig met het grote werk over Hannah Arendt. En Hannah Arendt schrijft over Eichmann. En de term is al even gevallen. Was deze Lens nou eigenlijk de Nederlandse Eichmann? Zijn die zaken vergelijkbaar? Wil je daar iets over zeggen, Hans? Ja. Als eerste dat ik het... Had hij een microfoon gehad? Hij heeft een microfoon. Oh, heeft hij? Ik heb een microfoon, die moet zelf harder gesteld worden. Ik kan nu niks meer doen. Nu moet het gebeuren van daaruit. Ik vergeet trouwens te zeggen dat u straks allemaal aan de beurt komt om vragen te stellen. En ook de mensen die online meekijken kunnen straks allemaal natuurlijk vragen stellen. Dus, maar eerst het woord aan Hans Achterhuis. Ja, ik ben dus inderdaad mijn arme boek aan het afmaken. En ik dacht, ik ga het niet over Eichmann hebben. Dat moet al bijna bij haar, maar ik werd zo ziek van die man. En ook ziek van de discussies daarover. Ja, en toen kwam dus het dikke boek van Jurien. En dat heb ik dus wel helemaal gelezen, maar omdat ik dus de drukproeven had hoor. Dus, had jij ook, maar ik heb de drukproeven en ik heb netjes mijn drukproeven weer in het boek ingewerkt enzovoort. Jij maakt voortdurend de vergelijking met Eichmann, ook met kritiek op Arendt, die ik voor een deel hoor, niet al helemaal. Moeten we niet uitdiepen, vind ik nu. Maar Christ zegt het eigenlijk al. Er is toch een heel groot verschil tussen Eichmann, die, als ik al zijn biografieën, Cesarani ook bekijk, en maar ook Hannah Arendt, antisemiet werd. Dat was hij niet. Hij was ook een burgerman die op wilde klimmen enzovoort. En die wel daarna, ook in het werk, dat kon niet anders denk ik, als je op wilde klimmen als overstormbaanvuurder. Daar moest je ook wel antisemiet zijn. En dat was hij ook heel duidelijk. En bij Lens zie je dat niet. En Eichmann wist, veel beter natuurlijk, wat voor verschrikkelijke dingen er gebeurden.
Bij Lens was dat toch veel vager en onduidelijker. En ik vind het een vergelijking die je niet kunt maken dus. En dan, boh, dat hele vreemde, dat is een leus geworden, de manualiteit van het kwaad van Hannah Arendt. Helemaal tegen haar eigen zin eigenlijk. Leg eerst even uit wat het is. Dat ik wil het weten. Ja. Hannah Arendt ging naar Jeruzalem voor het Eichmann-proces. Ben Gurion en de Israëlische staat hadden heel duidelijk gemaakt van hier zit het grote monster van het antisemitisme. En Hannah Arendt kwam daar met datzelfde idee ook dus. Want haar grote boek, The Origins of Totalitarianism, gaat over het radicale kwaad. Dat was het nazi-kwaad. Dat beschrijft ze dus daarin ontleend aan Kant. Dan komt ze in Jeruzalem en dan ziet ze daar dus niet dat grote monster waar alle journalisten naar keken. Maar dan ziet ze samen met onze Harry Mulisch, die ook over en weer naar elkaar verwijzen, want ze zaten in de rechtszaal. Ziet ze daar plotseling een burgerman. En beide zijn natuurlijk heel goed in het Duits. En meteen zeggen zowel Mulisch als Hannah Arendt, dit is een typische ambtenaar, hij kan niet, een hele slimme man hè, Eichmann. Ik bedoel, de NS had hem zo aangenomen. Al die treinen reden op tijd en zelfs de munitietreinen en de legertreinen werden stilgehouden om de treinen naar de kampen te laten doorgaan. Vreselijk. Maar die zeiden allebei, hij is een ambtenaar, hij kan niet buiten zijn ambtenaar zijn denken, dus hij voert gewoon netjes uit en fantastisch goed, à la Lens. En dan krijg je die discussie, en dat komt bij jou niet voldoende naar voren, vind ik jullie. Op een gegeven moment vraagt de president van de rechtbank, Eichmann, om iets meer te vertellen over bepaalde zaken, wat hij dus van de kampen wist, de concentratiekampen. En dan komt hij weer met een ambtenaarverhaaltje, en dan worden ze boos. En dan gaat Eichmann zich verontschuldigen. Hij zegt, sorry, ik kan niet anders praten. Mijn Einzigesprache is Amtssprache. Ik kan alleen maar. Hij komt, en Hannah Arendt heeft dat opgepikt en gezegd van ja, maar hij was heel slim, hij was heel intelligent, hij wist zijn doelen te bereiken. Maar wat er miste bij hem was inderdaad de verbeeldingskracht om buiten dit kader te denken. En dat noemt zij dan denken. En dat is een beetje spanning in jouw boek. Van, natuurlijk kon Eichmann en Lens ontzettend goed denken. Rationeel, doelen stellen, doelen bereiken, fantastisch organiseren. Maar als het aan Arendt over denken gaat, gaat het niet over de waarheid, niet over rationaliteit. Het gaat over verbeeldingskracht, dat je inbeeldt wat er gebeurt. Dus haar denken, en jij zet het af en toe bij elkaar, te dicht vind ik, gaat over zin en betekenis. En niet over waarheid en rationele doelen. En dat misten ze dus bij Eichmann en dat mis ik ook bij Lens. En daar zit een hele discussie, denk ik inderdaad, van hoe moet je dat beoordelen. En Hannah Arendt gaat daarna, het laatste wat ik nog over Arendt, oh nee, niet, maar nu over Arendt zeg. In haar laatste grote boek gaat over denken. Het is een echt filosofisch, metafysisch boek bijna. Maar dan wil zij onderzoeken of denken, en denken is dan inderdaad wat in de geschiedenis van de filosofie is gebeurd, of dat ons kan behoeden voor het kwaad. Ja. Daar komt ze natuurlijk niet uit, wie komt er wel uit, maar in elk geval dat is een onderzoek wat zij doet, waar ze 2 jaar mee bezig is, de hele filosofische traditie weer hernemen. Wat boek is dat dan? Denken. Denken, ja. Denken, deel 1 ja. Van het leven van de geest. Ja. Deel 2 gaat over willen, ook belangrijk trouwens, en dan oordelen is natuurlijk het laatste. Maar, en dat gebruik jij dus niet. En ik denk, als je wilt begrijpen hoe Arendt, wat ze miste in Eichmann, en wat ik ook mis in Lens, is dus op die manier kunnen denken over betekenis en zin van het leven met je omgeving. Empathie heeft mee te maken, verbeeldingsvermogen, noem maar allemaal. Ja, had hij empathie eigenlijk, Lens? Ik wil wel even reageren. Nee, ja. Ik ben eigenlijk zo benieuwd wat je nog meer wil zeggen, los van Arendt. Ja, maar wel, dat maar doen we even, een keer. Even toch, ik ben bijna in bijna elke zin met je oneens, dus dat heeft geen zin om... ik ben helemaal niet met jou. Maar kijk, ik heb me beperkt in dat filosofische onderzoek. Er stond eerst ook nog veel meer over Arendt, maar dat past niet in het boek. Maar wat dit betreft
is er een link omdat er over Lens ook in termen van banaliteit van het kwaad geschreven is. Dat is de eerste link. Ik zeg nergens dat Lens Eichmann is, dat zou idioot zijn. Eichmann is een SS'er en dat was Lens niet. Ik vraag, stel de vraag, is hij daarmee te vergelijken als een Nederlandse variant? En wat ze aan elkaar verbindt, is hun verdediging. Eichmann was veel later dan Lens voor de rechter. Maar het is de verdediging van, ik was maar een radertje. Ik deed wat me werd opgedragen. Daar ligt eigenlijk de overeenkomst. Ja. Die verdediging val ik aan. En terecht. En daar, mooi, dat je, maar daarnaast val ik Arendt aan. Niet op haar hele oeuvre, wat jij veel maar, beter Julien, kunt. Als iemand de radertjestheorie aanvalt, twee pagina's aan het eind van het boek, zegt ze, radertjestheorie is onzin. Ja, dat is wat Servatius deed bij het proces. En wat elke verdediger doet. Ik begrijp dat je Arendt verdedigt over de twee laatste bladzijden die erg goed zijn. Maar ik wil er aanvallen over de slordigheid van het neerleggen van een woord wat uit de lucht valt in dat boek, banaliteit. Wat ze niet uitlegt. Kun je dat even definiëren, banaliteit? Wat is het nou precies? Ja, jij komt eraan. Ja. Wat op andere plekken later in een voorwoord en in lezingen die ze heeft gehouden als onnadenkendheid, niet uitgelegd Hans, nog geen werk over geschreven, maar onnadenkendheid wordt beschreven. En dan dat ze aan het eind van haar leven misschien nog iets anders over heeft geschreven, maar pal daarna, er is een controverse over losgebarst. Ze had er iets van kunnen zeggen, heeft ze nauwelijks gedaan. Ze heeft lezingen toen gehouden en die nog een keer samengevat. En dat is telkens erop drukken dat echt denken zal ons behoeden voor het kwaad. Dat vraagt ze zich af, hè? Nou, dat vraagt ze zich in die lezingen niet af. Dat stelt ze in die lezingen en misschien is het zich later af gaan vragen. Daar bind ik de strijd mee aan. Zonder alle details van Arendt te kennen, vind ik dat een opvatting, en zelfs Kant gebruikt ze dan volgens mij verkeerd, niet heel precies, die aan te vallen is omdat het denken zich juist heel goed leent om een instrument te worden van het kwaad. Dat wilde ik laten zien. Ja, nee, maar het gaat mij niet om Arendt te verdedigen. Wat ik het fantastische vind van jouw boek, vergeleken met haar boek over Eichmann, is dat jij jouw filosofie in vier aparte onderdelen doet. En bij Arendt is er een grote wirwar in het hele boek over Eichmann. Daar moet je zelf maar uithalen wat banaliteit van het kwaad betekent. Dat kan ik nu ook heel moeilijk uitleggen. Want zelf liep ze daar ook vast. Nee, daarom namelijk. Hè? Het komt dus, de term komt van Karl Jaspers. Haar hoogleraar. Jaspers schrijft hij in 1946, hebben we net weer contact, Arendt zit in de Verenigde Staten, over de Duitse oorlogsmisdadigers, en dan heeft Arendt het idee van het radicale kwaad. Dan schrijft Jaspers, maar misschien moet je het hebben over de banaliteit van het kwaad. Want het waren gewone burgermannetjes, en dat bleek ook wel toen ze terecht stonden, denk ik, voor een deel in elk geval. En Arendt gaat niet met hem mee. En dan pikt ze toch die term weer op als ze Eichmann ziet. En dan ben ik het volstrekt met jou eens hoor, dat ze dat niet uitlegt. En schrijft aan Jaspers, ik ga de banaliteit van het kwaad noemen. Ja, maar Jaspers heeft het dus al gebruikt. En dan zegt ze, inderdaad, ik ben het met je eens in de briefwisseling. Maar nogmaals, ze legt het niet uit. En ze heeft het daarna, dat ben ik ook weer met jou eens. Ik wil haar dus echt niet verdedigen. Misschien, Hans, tot slot, vind je nou eigenlijk, was die Lens nou, is die term op hem van toepassing? Want we hebben het, voordat we helemaal in Arendt gaan verdwijnen. Ja, dat wil ik ook helemaal niet. Ja. Laat ons even terug. Laten we terug gaan naar Lens. Ja. Ja. Ik vond dus dat Lens, maar dat heeft Chris ook al een klein beetje gezegd. Zoals ik het las, dan heb je biografisch fantastisch gedaan. Want je leeft mee met de man en je begrijpt hem ook van binnenuit. Daar heb je zo'n dik boek voor nodig, denk ik, om inderdaad tot die conclusies te komen. Het gekke is dat ik Lens op een gegeven moment vergeleek, en daar had ik er nooit aan gedacht zelf, en een aantal mensen, als ik kijk qua leeftijd die ik ken in de film, The Bridge on the River Kwai. Helemaal zelf bedacht, had ik er nooit eerder aan gedacht. Ik dacht, hé, daar had je dus die Engelse commandant in een kamp van de Japanners met de opdracht om een brug te bouwen. En dat doet hij met zijn mannen. En hij is trots erop, die brug wordt gebouwd en weet ik wat, en het moet netjes gebeuren. En aan het eind, dan blijkt dus
dat de geallieerden van plan zijn om die, als de brug dus klaar is, op te blazen. Want hij ziet en ontdekt dat. En pas aan het eind ontdekt hij eigenlijk van wat hij heeft gedaan en hoe hij dus de vijand in dit geval dus heeft geholpen. Gelukkig valt hij op die detonering en blaast hij zelf per ongeluk de brug min of meer op. Nou, ik moest heel sterk denken aan Lens. Die man was zo waanzinnig trots op wat hij allemaal had gedaan met het persoonsbewijs. En dat laat je ook heel goed zien. Dus ik schreef er boven netjes Britsel nog even te kwijt. En ja hoor, 50 pagina's verder heeft Jurjen een gesprek met zijn vader. En die zegt van, doet mij denken aan Britsel nog even te kwijt. En daar ben jij het niet helemaal mee eens. En dat vind ik wel leuk om dat te horen eigenlijk van jou. Waarom niet? Want ik denk toch steeds, hij was zo trots op wat hij deed, dat hij volstrekt blind was voor wat er allemaal kwam. Nou, het grote verschil met de bridge is dat dat een moment van, zo is het dramatisch bedoeld, een moment van inzicht is voor de man die in één klap denkt, ik heb aan de verkeerde kant gestaan. Dat hij daarna wordt doodgeschoten enzovoort, maar hij weet dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Dat is een enorm verschil met Lens. Er is geen moment van inzicht bij Lens. Geen moment het idee dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Hij houdt tot op het laatste moment vol. Nee, ik heb het allemaal goed gedaan. Die brug, dat was een goede brug zo. Dat is het grootste verschil tussen de twee. Okay, dit is... dat ben ik ook wel met je eens hoor. Dit is een mooi moment denk ik om Karin Spankje bij te halen. Karin, kom maar. Het podium. Karin Spijn kent u, zeker als u Amsterdammer bent, van haar columns in het Parool. Zij schreef maar liefst, ze was maar liefst 30 jaar lang columnist van het Parool. Ik weet niet hoeveel columnisten 30 jaar halen, maar dan moet je wel wat in huis hebben, weer al die tijd overleven, zullen we maar zeggen. Dus ja, zeker, een applausje waard. Ik zei al dat zij inmiddels werkzaam is bij Follow the Money. Maar zij heeft ook een rapport geschreven. En dat is een van de aanleidingen waarom ik haar hier heb gevraagd. Een rapport over wat er nou eigenlijk gebeurde met persoonsgegevens na de oorlog. En met name in de gemeente Amsterdam zelf. Wil je daar wat over vertellen, Karin? Ja, al voor de oorlog trouwens, ver voor de oorlog. Ja, dat is... De Eerste Wereldoorlog. Maar het ging na de oorlog, ging het door. Ja. Ik heb voor de gemeente onderzoek gedaan naar de commissie Goede Zeden. Een soort van, je moet ook denken aan de reclasseringen. Het idee was, als iemand nou is veroordeeld en straf heeft uitgezeten en weer vrij is, dan moet zo iemand toch ook weer aan het werk kunnen. Maar omdat ze een veroordeling hebben, wil niemand ze eigenlijk hebben. Dat was een algemeen probleem en er was besloten dat de burgemeester, die moest dan bepalen of zo iemand toch niet ergens aan de bak kan. Ze snapte ook wel dat je een inbreker niet achter de kassa moest zetten, maar die kon misschien wel lantaarnopsteker worden of gootjes, weet ik veel wat. Nou, zo. En in gemeentes is daar iets voor geregeld. En Amsterdam was de eerste stad die daar echt een commissie voor aanstelde. Moet je voorstellen, allemaal juristen en mensen van goede bedoelingen. Er zaten mensen in van verschillende overheidsdiensten en ze hadden een soort van carousel. Elk half jaar kwamen er twee nieuwe mensen van een nieuwe Amsterdamse dienst. En zij beoordelen alle sollicitanten die in aanmerking kwamen voor hem. Niet de mensen die solliciteren, maar die echt al zover waren dat ze een baan zouden kunnen krijgen. En die keken dan naar hun naar geschiedenis. Hadden ze veroordeling? Hadden ze in de bak gezeten? Zo ja, waarvoor? En dan keken ze of de verzachte omstandigheden waren of dat het te lang geleden was om nog te tellen. Van die commissie zijn de notulen bewaard gebleven vanaf 1943 tot en met 1958 toen de commissie werd opgegeven. Voor die tijd zijn ze kwijt. Dus je valt, als je het gaat bestuderen, ik heb ze allemaal gelezen, val je midden met je... Nee, je valt dus echt midden in de oorlog. Wat ik trouwens ook onthutsend vond, echt midden in de oorlog. Die mensen hadden... Wij denken altijd, ja, maar de oorlog duurde 5 jaar. Maar dat wisten zij helemaal nog niet. Dat is zo'n curieus... Je hebt geen idee... Voor hetzelfde geld blijft het eeuwig zo. En je bent ambtenaar en... Nou ja, het is ik heb me dat eerder niet zo gerealiseerd. Ook al heb ik veel oorlogsdagboeken gelezen. Maar toch, ze hadden geen idee. Het erge is... Of er zijn een aantal erge dingen. Ten eerste dat mensen die besproken worden in die commissie... daar vaak niet alleen besproken werden omdat ze een strafblad hadden, maar omdat ze bij de politie ergens geregistreerd stonden.
En dat was een behoorlijk verschil. Ook iemand die verdacht was geweest of die eens een keertje opgepakt was. En er was verder geen aangifte gedaan of er was geen zaak geweest. Maar dan stond er wel een aantekening in het dossier, want er was toch al een vorm van persoonskaart. Ook die mensen werden besproken in de commissie. En die passeerden dan wel of niet het oordeel van de commissie. Het tweede is dat een begrip als verjaring niet bestond. Er zijn mensen waarvan ik heb teruggevonden die 25 jaar geleden een reep chocola hadden gestolen en dat werd ze nu aangerekend. 25 jaar geleden. Die commissie die beoordeelde op heel erg veel dingen. Inderdaad, politieregisters. Een van de rare dingen was dat de voorzitter van de commissie was zelf rechter in Amsterdam. Ik geloof zelfs president van de rechtbank, weet ik niet zeker meer. En die had de gewoonte om ook even de dossiers op te zoeken van de mensen in kwestie. Wat hij eigenlijk niet mocht, want dat moest hij toch wel gescheiden houden. Toen hij weg zou gaan, hebben ze uiteindelijk een ander gezocht die voor hen in de registers van bij het Paleis van Justitie kon kijken. Ook al was dat geheel nou buiten de boek om. Dus de commissie die zelf moest beoordelen of mensen zich netjes gedroegen, gedroeg zich niet altijd netjes. Dat zal je altijd zien. Waar ze ook op beoordeelde was, en dat was eigenlijk de officiële aanleiding voor het onderzoek, ze oordeelde op seksueel gedrag in casu homoseksualiteit en hoererij. Je moest het niet wagen, ook al wilde je maar schoonmaakster worden op het binnengasthuis, om de verdenking op je te hebben dat je in de prostitutie had gezeten. En dan werd er echt gezegd, maar zo iemand vertegenwoordigt toch de gemeente, terwijl ze gewoon de wc's aan het soppen was. Die kreeg de baan niet. Als je homoseksueel was, dan had je grote moeite om de baan te krijgen. Het was niet altijd gezegd dat je hem niet kreeg. Wat toen ik op een gegeven moment overlegde met iemand van de gemeente, van het gemeentearchief die deze notulen onder zijn hoede had, die vertelde dat er ook een lijst was geweest van homoseksuelen. Die werd geraadpleegd, dat zag ik in mijn stukken, die werd soms geraadpleegd door deze commissie. Of de politie raadpleegde die lijst, daar was een aantal keren sprake van. Die lijst die is, die werd bijgehouden door de Amsterdamse politie. Dan ging het vaak om mannen die of waren betrapt of die verdacht waren op het plegen van, of het willen plegen van homoseksuele handelingen. Bijvoorbeeld rondlopen in de buurt van een krul, dat er bekende ontmoetingsplaatsen waren van homoseksuelen. Soms dingen in het park. Nou, er waren een aantal redenen waarom mensen op zo'n lijst konden komen. En ook mensen die waren veroordeeld wegens ontucht, want homoseksualiteit was strafbaar. De Amsterdamse politie had een lijst van 4500 mensen, meestal mannen, die met naam, toenaam, laatst bekende adres waren geïnventariseerd. En in december 1940 werd hen gevraagd door de Sicherheidspolizei of die de lijst konden krijgen. Ze hebben getraineerd, ze hebben gezegd we kunnen de lijst niet afgeven. Ze hebben gezegd dan moeten we hem overtypen, inderdaad niet kopiëren, overtypen. En overtypen was lastig, want ze hadden druk en er waren ook nog de feestdagen, maar er was het geen ontkomen aan. In januari 1941 hebben ze die lijst aan de Sicherheidspolizei gegeven. Dus ook dat soort dingen hielden ze. En dat was voor Lens nog zijn systeem met letters en al. De Amsterdamse politie had zelf ook een uitgebreide registratie. Wat er met die mensen, meest mannen, is gebeurd, weet niemand precies. Ik zou graag dat daar nog een keer onderzoek naar wordt gedaan. Wie zijn inderdaad opgepakt? Welke mensen zijn afgevoerd? Welke mensen zijn de dans ontsprongen? Opmerkelijk is dus dat ze eigenlijk, het is sowieso natuurlijk een opmerkelijk verhaal en een schokkend verhaal, maar het is misschien nog wel het meest opmerkelijk dat ze na de oorlog zijn doorgegaan. Ja, met de beste bedoelingen. Dat is, volgens mij is dat toch een soort raar ding. De gemeente die wilde mensen die veroordeeld waren een kans geven. Wat gebeurt er? De commissie die het gaat doen, gaat denken, nou, misschien moeten we aan de ene kant de taak uitbreiden. Ook zedelijk verleden hoort daarbij. De opmerkingen die worden gepleegd. Deze vrouw is een dweil in de commissievergadering, genotuleerd aan alles. Ja. Een snol, een hoer, een idioot. Er gaan termen over tafel dat je denkt, waar is cancel culture? Daar hadden ze echt behoefte aan. En hoe ging dat nou na 58 dan? Want ik wil ook een beetje naar het heden toe. Want hebben we het eigenlijk afgeschaft? Nee, we hebben tegenwoordig de verklaring omtrent gedrag en die is op hetzelfde idee gebaseerd.
Er is een, op een gegeven moment is een soort van landelijke verordening gekomen om al dit soort commissies gelijk te stellen. Amsterdam wilde dan meteen het voortouw innemen, want wij deden het zo goed. Er is toen deze commissie is afgeschaft. De laatste voorzitter van de commissie werd de voorzitter van de nieuwe commissie. Dus het was toch een beetje het oude spel gaat door onder een nieuwe naam. Wat ik interessant vind is allerlei dingen die ze beter probeerden te doen. Toen er een voorstel kwam voor het rechttrekken van dit soort dingen landelijk, toen werd er opnieuw gehamerd op het feit dat de verjaring in acht genomen moest worden. Als iemand 10 jaar geleden zijn straf had uitgezeten, dan was het nu sloes, was het over, moest je niet meer naar kijken. Dat hebben ze 3 maanden volgehouden en dan gingen ze weer. Weet je, of het dan 15 jaar geleden was, 20, maakt er niet uit. Of je veroordeeld was, maakte soms niet uit. Ze hadden zich het er aan gemeten dat ze konden oordelen over mensen en dat zij het beter wisten. En ze lieten zichzelf niet toetsen. Dat is een belangrijk. Weet je, ze maakten wel mooie verslagen, maar daarin stond alles wat goed. Er werd niet gezegd welke mensen op welke gronden werden afgekeurd. Het was in die zin niet transparant. Het was een buitengewoon uniform gezelschap. Bijna allemaal mannen. Ik ben één vrouw tegengekomen die in die carousel zat, die een half jaar lang daar tijdelijk aan meedeed. Er is 1 man die van meet af aan wel tegenspraak gaf en die dat redelijk heeft volgehouden. Maar bijna iedereen legde zich neer bij de voorzitter en bij de plaatsvervangend voorzitter, de secretaris. Ja, ja. Het lastige vind ik dat iets dat met nobele intenties gebeurt zo makkelijk kan ontaarden. Wat ik ingewikkeld vind is dat we dat maar niet leren. Toen jij met je eerste dia kwam, controle en verkopen persoonsgegevens, dacht ik Facebook. Het is echt meteen Facebook. Maar het is nu bij elk systeem dat we bedenken, als kritisch, het is misschien relevant in dit verband, ik ben een van de oprichters ook van Bits of Freedom, ja, de digitale burgerbeweging in Nederland. Elke keer als zo'n organisatie of als onderzoekers en wetenschappers waarschuwen dat iets met nobele intenties wordt gedaan, maar dat het heel makkelijk is om daar een scheve schaats mee te rijden. Of dat je ook zo'n systeem, als je het hebt, dat je het houdt als je een ander bewind krijgt. En dat je waarborgen moet inbouwen en dat je misschien tijdelijkheid moet inbouwen. En dat je een soort van onkoppelbaarheid moet inbouwen. Dan wordt elke keer gezegd, ja, maar dat is onhandig en dat is niet wel. En vertrouw je ons dan niet? En dat je terug moet vallen op zo'n sentimenteel verweer als vertrouw je ons. Het gaat niet over of ik jou vertrouw. Het gaat ook niet over of je mij vertrouwt. Het gaat erover of het systeem te vertrouwen is. En of het systeem onder alle omstandigheden te vertrouwen is. Dus het wordt steeds buitengewoon persoonlijk gemaakt. Ja, misschien even, je, even ja, terug ik wou naar zeggen, je in. Want, ja, hoe kijk jij nou vanuit alles wat je nu bestudeerd hebt over deze periode in de oorlog en met Lens? En dan heb je nu inderdaad Facebook en we hadden de Belastingdienst de afgelopen maanden. En waaruit blijkt dat de Belastingdienst zelfs een illegaal registratiesysteem heeft opgezet wat dan verborgen moest blijven. Er is klaarblijkelijk een enorme, hoe zeg je dat, verlangen om van alles te registreren. Nou ja, je kunt sommige dingen. En helemaal aan het eind van het boek spring ik over naar Den Haag nu en leg die link en stel me een beetje voor wat Lens er ook van zou denken van onze tijd, onze digitale tijd. En hoe makkelijk het is nu. Hij moest enorm veel moeite doen voor zijn persoonsgegevens. En het wonderlijk is dat we nu in een tijd leven waarin iedereen zijn persoonsgegevens gewoon geeft en bij zich draagt in de smartphone. Zijn al die dingen van Lens in één klap en nog veel meer. Ik verbaas me daarover het gemak waarmee mensen hun persoonlijke gegevens weggeven. Doe jij dat niet? Nee, ik zeg niet dat ik het helemaal niet doe, maar ik ben daar belachelijk ouderwets oldschool kritisch op. Ik vind bijvoorbeeld niks dat je locatiegegevens zou moeten weggeven. Ik denk, kom op zeg. Maar ik weet, ik ga met allemaal mensen om. Tuurlijk, precies. Mensen vinden het heerlijk en op een manier die bijna in mijn ogen nog veel naïever is dan het destijds, toen het de overheid was en het bevolkingsregister, waar je toch op moest kunnen vertrouwen. Maar om het helemaal terug te gaan naar Lens en zijn bevolkingsregister, in wezen dacht ik, het bevolkingsregister is een zinnig ding.
in een gemeente moet je weten wie er wonen. Dat moet je alleen al weten en hoe oud ze zijn om ze een uitnodiging te geven voor de verkiezingen. Dat is de basis van het bevolkingsregister. En eigenlijk vind ik alle andere gegevens die daar verzameld zijn, ook al in het gezinsregister, beroep, kerkelijk gezin, ik vind het gewoon onzin. Ik vind dat het geen zaak voor de overheid is. Maar het leuke is natuurlijk dat, wat Karin zegt, dat mensen dus het heel mooi vinden. Neem nou weer die huidige registratie. Mensen houden hun gegevens bij, nemen foto's, kunnen zien. Weet je nog waar de 8 augustus daar, enzovoort, enzovoort. Mensen zich dus iets goeds denken te zien en zich onvoldoende realiseren, daar verzet Karin zich al jaren tegen, onvoldoende realiseren, hoe dat ook gebruikt kan worden. Dat is het dilemma. Maar wat ingewikkeld is, is dat we in heel veel gevallen geen idee hebben welke gegevens er allemaal aan ons onttrokken worden. Het gaat niet alleen over Facebook en Google en locatiegegevens, maar ook als je met je auto over de snelweg rijdt, dan word je onderweg minstens 3 of 4 keer gefotografeerd door camera's die op de weg hangen, die ook bijhouden waar je bent, wanneer je bent. En die gegevens worden formeel 28 dagen bewaard. Maar alweer is gebleken dat justitie ze vaak langer houdt. En wat vervolgens gebeurt, is dat de wet wordt aangepast aan de praktijk van de politie. Ja, maar de discussie goed en fout is zo interessant dat mensen dus allerlei dingen zelf bijdragen, denkende dat het in hun voordeel is, zich niet realiserende dat het op een andere manier gebruikt enorm in hun nadeel kan zijn. Ja, ik vind het leuke dat jij dus laat zien dat in die tijd van Lens, iets daarvoor al, dit eigenlijk begint. En dan hebben ze steeds, hij ook zeggen, de papieren mens. Ja. En dan besef je plotseling, toen gebeurde er iets. Je zou bijna Foucault uit de kast halen om dat te begrijpen wat er dan gebeurt. Maar er wordt een dubbele mens gecreëerd. Een papieren mens en de mens die hier zit. En die papieren mens, nou, dat heb jij verteld, wordt steeds uitgebreider eigenlijk. Ja, het wordt maar nu is er een digitale mens. Nu is het vanzelfsprekend dat we het allemaal doen. Glazen mens. Precies, en wat het nu ingewikkeld maakt, en dat is bij de Belastingdienst gebeurd. Die leggen er een soort rooster, leggen een rooster over de gegevens, namelijk we zijn op zoek naar fraudeurs. Vervolgens definiëren ze fraudeurs op een heel specifieke manier. Ze kijken bijvoorbeeld niet naar mensen die 5 BV's hebben en 1 CV en 2 stichtingen daaroverheen. Ze kijken naar mensen die minder geld hebben en die uitkeringen aanvragen of toeslagen aanvragen. Dus ze hebben al een bril. Vervolgens komt daar een scheut racisme bij, namelijk wie heeft een vader of een moeder, 2 of 3 of 4 of opa's en oma's uit een ander land. Nou, en dan zijn we er weer. Ja. En dan wordt inderdaad met groot plezier gezegd. Ik vind dat je nog op één ding moet wijzen als je dit verband legt. Dat is de enorme invloed. Kijk, wij zitten nu heel erg vanuit de staat nog steeds te denken en die dit verzamelt en het kwaad wat de staat vertegenwoordigt. Maar wij leven nu in een tijd waarin de commercie eigenlijk mijns inziens de grootste invloed heeft op dit gebied. En daar de prikkels ook zo goed uitdeelt, want Facebook is gratis en zo kun je contact leggen. Dus logisch dat mensen het fantastisch vinden dat achter de schermen alles doorverkocht wordt. Ja, langzamerhand weten we het geloof ik een beetje, maar Tegelijk, Facebook, je kan nog steeds zeggen dat je het niet wil. Je kan niet zeggen, ik wil de Belastingdienst niet meer. Ik kan zonder Facebook. Ik kan besluiten daar niks meer te doen. Maar de Belastingdienst laten rusten, want we hebben nog een kwartiertje. En ik wil absoluut de mensen in de zaal ook even de kans geven om een vraag te stellen. En ik weet eigenlijk niet of wij online ook vragen krijgen. Nee, oké, krijgen wij niet. Oké. Dan de mensen in de zaal. Wie wil er een vraag stellen? Dank u wel voor de buitengewoon interessante discussie. U sprak net, meneer Achterhuis, over de banaliteit van het kwaad. Maar als ik Jurien zo hoor en ook Chris en noem maar op, dan heb ik het gevoel dat we misschien meer moeten praten over de banaliteit van de angst. Of althans, wat angst kan opwekken. Want het te willen controleren van een hele samenleving, al dan niet voor de oorlog, dat duidt toch ook op een ontzettend wantrouwen. Want niet dat ik helemaal van de firma vrijheid, blijheid en misschien wel ben. Natuurlijk zijn er bepaalde regels nodig. Maar ik proef gewoon, als ik de Lens-verhaal hoor en Eichmann natuurlijk heb gevolgd, dat het toch een enorme angst is voor controleverlies. En daarom sluit je aan bij een bepaalde partij of daarom grijp je vast aan een systeem. En dat mag ten koste van alles, moet dat systeem gehandhaafd blijven. Want zonder systeem ben ik hopeloos verloren.
banaliteit van de angst. Ik zie Chris van der Heijden heel erg hard nee schudden. Nou, heel hard nee. Nou, weet je, kijk, ik begrijp dat je het zegt, maar je moet het volgens mij... Kijk, je moet echt proberen altijd te denken niet van nu naar toen, maar je moet denken van daarvoor naar toen, begrijp je? En je moet, volgens mij is de essentie, wat ik net ook zei, dat in de 19e en 20e eeuw, en dat was... Dat proces begon nog maar net in die tijd van Lens. Die overheid een overheid aan het worden was. Een nationale staat, begrijp je? Naamregistratie was tot Napoleon. Ja, Jan van de Hoek. Dan in de loop van de 19e eeuw zie je langzaam hoe die staat greep krijgt op de samenleving. En men was ervan overtuigd dat de nationale staat, een land, een natie, dat het iets goeds was. Dus als we nu terugkijken, dan zeggen we ja, inderdaad, je zou denken ze zijn bang. Maar ze waren helemaal niet bang. Ze waren gewoon bezig met iets op te bouwen wat in die tijd zijn beslag kreeg. En waar de naties op een enorme manier misbruik van gemaakt hebben. Dus ik denk altijd, je moet proberen te kijken niet van nu naar toen, maar van daarvoor, begrijp je, naar die kant op. Dus in de geschiedenis groeien eikenbomen uit beukennootjes. Dat is namelijk zo raar. Dus het zijn hele gekke kronkels. Dus angst van ons uitgezien ja, maar van toen uit, dat geloof ik niet. Ja, maar het klopt dus wel toch eigenlijk. Ik proef dus inderdaad, ook zoals jij het vertelt, er zit een geweldige angst achter al die mensen die niet normaal zijn. En die maar wat aanrotzooien met hun seksualiteit en weet ik wat. En die wil je toch graag geregistreerd hebben. En dat is heel goed. Er is veel meer dan angst natuurlijk, hè? Maar er zit in elk geval ook angst bij, denk ik, hoor. Dus ik zou de vraag zeggen, het klopt wel. En hoe meer je weet, hoe veiliger het is gewoon. Denk je, hè? Ik zeg niet dat het zo is, maar je wilt zoveel mogelijk weten. En dat speelt natuurlijk ook bij... Nee, ik ga de discussie over aan niet meer aan. maar dat speelt überhaupt natuurlijk van de angst van als je niet alles beheerst en alles kunt registreren. En dat is een van de hoofdlijnen van jouw boek eigenlijk. Ja. Ja, maar de angst was toen het verlangen, begrijp je? Dat is wat ik net wilde zeggen. Dat was natuurlijk wel angst, maar het was vooral verlangen om Ik zou het ook niet alleen maar als een angst zien in die tijd. Het was het idee van, we hebben steeds meer grip, we hebben steeds meer... misschien moet je daarbij nog noemen dat Lens heeft zich voor de oorlog uitgebreid bezig gehouden met mensen zonder vast adres. Dat heette toen heel gevaarlijk, de varende, rijdende en zwervende bevolking. Onder de rijdende bevolking vallen woonwagenbewoners. Onder de woonwagenbewoners vallen de Sinti en Roma, die uiteindelijk vervolgd zijn. Je ziet bij hem heel duidelijk dat hij bij de schippers doet hij alsof hij hun beste vriend is. En later blijkt dat eigenlijk niet zo te zijn, want hij wil ze vooral registreren. Maar bij die woonwagenbewoners is er vanaf het begin af aan geen sprake van vriendschap of zo vanuit Lens. Daar wordt in termen over geschreven dat ze een semi-criminele groep. Die moeten we registreren, want daarmee voorkomen we criminaliteit. En in de loop van de bezetting zet hij dat systeem op eigen kracht flink door, waardoor ze uiteindelijk allemaal geregistreerd worden ook, ja. Ik zie nog meer handen in de zaal. Ja. Twee mensen naast elkaar. Ik ga jullie allebei het woord geven en daarna die meneer hiervoor. Nou, volgens mij moet je goed kijken van hoe die het juridische wordt aangepakt bij mensen. Je hebt de methode van het strafrecht. Dan moet de overheid moet aantonen dat jij verkeerd bent. En je hebt de aanpak via bestuursrecht. Waarvan jij moet aantonen dat de overheid onjuist is. Want bij het bestuursrecht gaat uit dat de overheid gelijk heeft. Tenzij jij kunt aantonen dat de overheid ook gelijk heeft. En dat bijvoorbeeld in alle sociale voorzieningen moet je het via het bestuursrecht doen. Bij belastingen en bij mensen die veel geld hebben, die worden alleen maar aangepakt via het strafrecht. Daar moet de overheid aantonen van of die helemaal fout is. Nou, dat is volstrekt onder ongelijke manier van behandeling. Ja. Ik heb een vraag over het proces tegen Lens. En ik ben benieuwd of toen op enig moment de vraag is gesteld of hij zich bewust was van waar zijn systeem toe kon leiden.
Of hem dat gevraagd is, zal ik je maar antwoord op geven. Ja, dat is hem niet letterlijk gevraagd, maar dat is hem natuurlijk wel. Dat is één dag, dat het proces zelf met de rechter en de ondervraging, dat is hem natuurlijk wel voorgelegd. Ja, de woorden zijn niet letterlijk wat u. Maar het is niet zo dat zij zijn systeem tijdens die rechtszaak in verband hebben gebracht met de jodenvervolging of vernietiging. Dat is niet zo, dat is niet gebeurd. In die termen werd er in dat proces niet gepraat. Er is wel in het algemeen, kijk, wat Lens ten laste werd gelegd, was die arbeidsinzet waar het over de niet-Joodse Nederlanders gaat. Heel veel mannen die dwangarbeid moesten verrichten. En daarvan werd wel gezegd, ja, u krijgt een opdracht en u doet het gewoon. En dat werd hem voorgehouden en dat was Lens verdediging. Dus die zei daar niet voluit ja op, maar die zei inderdaad, ja, dat was mijn situatie. Ik kreeg een opdracht en ik moest wel. En hoewel dat helemaal niet waar was, als je het nagaat, met die verdediging heeft hij het gedaan. Dus ik was een ongeschikte ambtenaar, ja. Zijn er eigenlijk andere ambtenaren wel vervolgd voor dat systeem? Nee. Vervolgd strafrechtelijk bedoel je. Of door zo'n zuiveringscommissie of wat? Ja. Dat is een verschil, hè. Maar bij de Rijksinspectie, verder weet ik het niet. Maar bij de, ja, ik weet het wel trouwens. Rijksinspectie is zijn compaan Jan Wolters, die het Jodenregister beheerde, is ook oneervol ontslagen en ook heeft hij een gevangenisstraf gekregen. Dus die twee mensen werden eruit gepikt als verantwoordelijke. In het boek van Bakker, wat jij ook hebt gelezen, Rob Bakker, wordt gezegd dat er niemand van alle ambtenaren, Nederlandse ambtenaren, is vervolgd voor de jodenvervolging. Niemand. Dus niet ten laste gelegd. Ik heb een microfoon al, dus ik mag een vraag stellen. Ja, vind ik ook als je al hebt. Je hebt je heel erg. Nu heb je hem al in je hand, dus dan ga ik daarna naar u toe. Ja. Sorry. Ja. Je hebt je heel erg verdiept in deze man, in deze Lens, begrijp ik. En ik heb horen zeggen dat het boek zo leest dat je helemaal met hem mee kan leven. Denk jij, hem kennende, dat hij ook maar één ogenblik in zijn leven heeft gedacht, shit, wat heb ik gedaan? Nee, dat heeft hij niet. Dat heeft hij niet. Daar ben je heel stellig in. Daar hadden we het net al over met het in de Bridge on the River Kwai is het what have I done? Precies. Dat zegt die man, what have I done? En dat moment heeft Lens niet gehad. Gewoon blijven denken. Ik deug. Ik weet niet, in het hoofd van Lens wil ik ook liever niet kijken, maar in de 20 jaar daarna. Maar nee, hij heeft nooit enig signaal gegeven van ik heb iets verkeerd gedaan. Dankjewel. Dan gaan we hier naar voren. Deze meneer. Ja, en daarna die met een bochtje naar voren. Dank u wel. Ik heb twee korte vragen en één wat langer. Het is heel kort. U heeft het laten zien van de kerkelijk, maar ik vroeg me af als je geregistreerd werd als je ongelovig was, atheïst, of dat ook geregistreerd werd. Op de persoonskaart bedoelt u. Je had de mogelijkheid in die tijd om te zeggen geen. Die mogelijkheid was er. Dat moest worden ingevuld. Het schijnt dat het op allerlei plekken op problemen stuitte, maar je kon geen. En Lens zelf, die eigenlijk uit een protestantse achtergrond kwam, heeft op zijn persoonskaarten voor hem en zijn gezin geen ingevuld. Okay. En ik zag dat als u niet kwam ophalen, dat er dan volgde maar wel puntje, werd niet benoemd wat voor straf er was. Dat vond ik ook op dat plaatje, vond ik ook, ja. Als het persoonsbewijs niet kwam ophalen, ik weet niet waarom er daar puntje op staat, maar het was. Oh, daar, ja. Dat is niet duidelijk voor hem. Natuurlijk, boete en. Het bijzondere is dat men massaal dat ding op kan halen. Dus die boete wilde. Je moest trouwens betalen, een gulden voor het persoonsbewijs. Okay, je kreeg niet cadeau. Ja. En u had het over Lens. Ik dacht steeds aan Hitlers vader. De weinig wat ik wist als ambtenaar was hij ook. De omschrijving een beetje vergelijkbaar van wat ik me herinner over hem te hebben gelezen. En dan Albert Speer kwam ook uit mijn gedachten. U wordt wel over Eichmann gesproken, maar Speer had misschien wat meer. Over Hitlers vader weet ik helemaal niets.
Speer is zo'n in Duitsland ook beroemd voorbeeld, omdat hij zogenaamd berouw heeft getoond. Hè? Het is zogenaamd berouw, hebben ze intussen uitgevonden. En Speer is de doodstraf ontlopen door zogenaamd berouw te tonen. Speer werd uitgespuugd, dit is bij Nürnbergproces, door de andere mensen die daar terecht stonden. Want ze vonden het heel erg dat hij naar de andere kant ging. Zo. Ik zou het ook weer niet met Lens in verband brengen, want berouw, inzicht, omslag, dat is niet Lens een boek gewoon. Ik ben opgegroeid met het verhaal van de aanslag op de bevolkingsregister. Dat was algemeen heel bekend en heel erg groot gevierd, had ik begrepen altijd. Hoe was dat voor Lens? Maar hoe kan het nou dat het eigenlijk helemaal niet meegenomen is in de rechtszaak? Dat dat toch wel echt een ding was om de Joden op te pakken. Ik zal proberen het ook kort te vertellen. De aanslag in Amsterdam bedoelt u, hè? Want er zijn in dat jaar op 40 plekken. Precies, het was dus algemeen bekend dat dit was een grote iets was. Aanslag, ja. Dat is voor Lens eigenlijk een heel belangrijk moment geworden, want hij is er 's nachts heen gereden. Heeft acuut de functie van chef van het Amsterdamse bevolkingsregister gekregen. En heeft maandenlang het heropgebouwd op een hele strenge manier. En in Amsterdam werd hij uitgekotst en ze waren heel blij dat hij weer wegging. Waar het voor bedoeld was, door Gert van der Veen en de zijnen, om de jodenvervolging te beïnvloeden, daar had het geen enkel effect op. Want de jodenvervolging had zijn beslag al lang gekregen via het register van Lens en de kopieën. En was in volle gang. Vanaf de zomer 42 werd er gedeporteerd. Dus in die zin was het als symbolische daad was het eigenlijk heel prachtig en mooi. En als praktische daad was het onhandig en was het meeste ook niet beschadigd en zo. Helder. Ik zie achterin nog een vinger en dat is dan denk ik ook wel de laatste vraag. Want wij moeten om 6:30 namelijk afronden. Nou, ik heb niet zozeer een vraag als wel een kleine toelichting op de kwaliteit van die persoonsbewijzen die Lens liet maken. Er werd even genoemd dat ze zo ontzettend vernieuwend waren gemaakt, moeilijk te vervalsen. En ook dat het verzet soms wel een hele nieuw persoon creëerde. Maar ik weet dat er wel op grote schaal toch van die persoonsbewijzen zijn vervalst. Mijn vader had bijvoorbeeld als onderduiker een vals persoonsbewijs dat ik nog steeds in mijn bezit heb. En ook werden er door het verzet persoonsbewijzen gestolen uit kleedhokjes van zwembaden en zo. Dus het werden dan vaak waar het bestaande mensen van wie het persoonsbewijs werd, de foto veranderd. En dan moest dat stempel worden nagemaakt en ook bij die vingerafdruk. Maar het verzet lukte dat dus uiteindelijk behoorlijk goed. Ja, nou, dat is dan toch een hoopvol einde in ieder geval. Ja. Dat in ieder geval bepaalde mensen in geslaagd zijn om dat hele systeem dan wel een aanslag op te plegen, dan wel te saboteren. Dit brengt ons aan het einde van deze sessie. Ik wil graag heel hartelijk dank zeggen aan Spui, die dit allemaal voor ons heeft willen organiseren. Heel veel dank. Ook aan de mensen van Atheneum, die u achterin daar ziet staan. En die het boek hier te koop hebben. Ga daar vooral even langs, zou ik zeggen. Over een half uurtje gaat hier alweer een volgend debat beginnen. En dat gaat over Helmut Plessner. En Helmut Plessner was ook zo iemand die in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat. En die een filosoof was die over dit soort kwesties nadacht. Namelijk hoe je als persoon tot de staat moet verhouden. Goed,
Dat was alvast reclame voor het volgende onderdeel. Rest mij nu... Ja, blijf gewoon zitten, zou ik zeggen. Rest mij nu de sprekers heel hartelijk te bedanken. En dat had ik eigenlijk willen doen door jullie het nieuwe boekje te geven van de Maand van de Filosofie. Want het initiatief steun ik graag. En ik had begrepen dat Atheneum het boek ook al binnen heeft. Maar registratiesystemen zijn soms heel lastig. Hij is nog niet ingeklaard. Ik heb het al lang. Ah, je hebt het al. Nou, hij is nog niet ingeklaard en hij kan dus niet worden uitgeleverd. Want anders zou er een negatieve voorraad ontstaan. Nou ja, het moet ook maar zo zijn gewoon. Dus, maar laat ik dat gewoon zeggen dat ik jullie allemaal heel erg hartelijk dank voor jullie bijdrage. En een warm applaus graag van jullie. Ik kan het wel. Dank.